بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد beste aanwezige luisteraars, we zijn gekomen bij de 36e overlevering van het boek Al-Arba'in al-Nawawiyya van de bekende geleerde al-Imam al-Nawawi. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: "Men nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu 'alayhi kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alayhi fi dunya wal-akhirah. Wa man satara musliman satara Allahu fi dunya wal-akhirah. Wallahu fi 'awni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'awni akhihi." ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه." De vertaling is als volgt: wie in deze wereld een gelovige van een zorg verlost, zal door Allah op de dag des oordeels van een van zijn zorgen verlost worden. Hij die het lot verlicht van iemand die hulp nodig heeft, zal door Allah in deze wereld en het hiernamaals in zijn lot worden verlicht. Hij die een moslim beschermt, zal door Allah in deze wereld en in de wereld hierna beschermd worden. Allah zal zijn dienaar net zo lang helpen als de dienaar zijn broeder helpt. Hij die een weg volgt om aldus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg net naar het paradijs gemakkelijk maken. Steeds wanneer de mensen in een van de huizen van Allah tezamenkomen en het boek van Allah reciteren, het gezamenlijk reciteren en gezamenlijk bestuderen, zal er innerlijke vrede op hen neerdalen. Zal er genade op hen uitgestort worden. Zullen de engelen hen omringen aan Allah en zal Allah over hen spreken met diegenen die bij hem zijn. Hij die door zijn daden wordt tegengehouden, zal door zijn goede afkomst niet vooruit geholpen worden. God, dit is een van de vertalingen. We gaan zin voor zin gaan we vertalen, inshallah ta'ala, of uitleggen. De eerste: men nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu 'alayhi kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Yani wie Dus wie een moslim steunt en helpt in nood en tegenspoed, of het zelfs voor hem ongedaan maakt, zal Allah subhanahu wa ta'ala hem helpen op de dag des oordeel. Wanneer hij in nood is, wanneer hij in tegenspoed verkeert. En ongetwijfeld dat de nood op de dag des oordeel zwaarder zal zijn voor ieder persoon, voor ieder dienaar, voor ieder gelovig. Dus de nood zal zwaarder zijn op de dag des oordeels dan de nood die er is of zou kunnen zijn in deze wereldse leven. Dus, en dit bewijst dat dus bijvoorbeeld aangeraden is om een persoon die in gevangenschap is te bevrijden of te verlossen uit de handen van de vijanden, van onrechtvaardigen. Er werd tegen Yusuf alayhi salam gezegd dat Yusuf alayhi salam, toen hij de gevangenis uitkwam, dat hij op zijn deur schreef: "Dit is de begrafenis van een levende, leed voor het lichaam en test voor vrienden." Dus een ware broeder, een vriend,
helpt zijn broeder in nood. Dat is een ware vriend. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah." Die het lot verlicht van iemand die hulp nodig heeft, zal door Allah in deze wereld en het hiernamaals in zijn lot worden verlicht. Het is zo vertaald door sommigen. Maar het gaat voornamelijk om iemand die in schulden zit en het niet kan aflossen. En zijn schulden dus niet kan aflossen. En dat is al-mu'sir. Dus wie het makkelijk maakt voor deze persoon, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala het makkelijk voor hem maken in het wereldse leven en het hiernamaals. En wat hier ook onder valt, is wanneer jij garant staat voor iemand. Ja, dat hij, mocht het voorkomen dat hij, mocht er gevallen voorkomen in toekomst dat hij iets niet kan afdragen, iets kan betalen, dat jij dan garant voor hem staat. Valt daar ook onder. Het makkelijk maken voor iemand die het moeilijk heeft, zijn schulden niet kan aflossen, dat kan op verschillende manieren gebeuren. Als bijvoorbeeld, voorbeelden, als jij een huis hebt, jij verhuurt die huis en die persoon kan het niet aflossen. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, geen probleem, ik zal je niet het huis uitjagen, maar ik geef jou gewoon de tijd om het geleidelijk af te lossen. Of wanneer jij gewoon in staat bent om het af te lossen, om het af te dragen, om de huur te betalen, dan dien je dat te doen. En de grootste gradatie die je kan bereiken hierin, of het beste wat je kan doen, dat is dat je heel de schuld gewoon kwijtscheldt. Dat is het beste. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: "Wa man satara muslimen, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Hij die de fouten en zonden van een moslim bedekt, Allah zal zijn fouten en zonden in deze wereld en het hiernamaals bedekken. Het is dus aangeraden, sterk aangeraden, om andermans zonde niet bekend te maken aan de buitenwereld. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: "Inna alladhina yuhibbun an tashi'a al-fahisha fi alladhina amanu lahum 'adhabun alim fi ad-dunya wal-akhirah." Waarlijk, diegenen die ervan houden dat de verdorvenheid zich verspreidt onder diegenen die geloven, voor hen is er een pijnlijke bestraffing in deze wereld en in het hiernamaals. Het is dus zeker afgeraden om de fouten, zonden van je broeder bekend te maken, te verspreiden onder de mens. En betreft de zonde overspel, daar zijn meningen, daar zijn verschillende geleerden van mening in. Sommigen zijn van mening dit niet bekend te maken, omdat het gewoon valt onder deze overlevering. En sommigen zijn van mening dat het juist bekend gemaakt moet worden. Ter bescherming van onze zusters, onze moeders, zussen, dochters. Er dient gekeken te worden of er daar baat bij is om het juist bekend te maken. Dus elke situatie verschilt hierin. Als iemand daar bekend om staat, er meerdere getuigen zijn, herhaaldelijk geklagen wordt, dan spreek ik het voor zich dat dit bekend gemaakt dient te worden. Zodat zijn verderf niet verspreid zal worden onder de mens.
Volgens de profeet sallallahu alaihi wasallam in deze overlevering: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Yani Allah zal zijn dienaar net zo lang helpen als de dienaar zijn broeder helpt. En deze deel van de overlevering is dus duidelijk. Yani Allah subhanahu wa ta'ala zal ook aan je zij staan als jij ook aan de zij staat van je broeder, zuster, je helpt. Of je denkt altijd mee. Hoe kan ik deze broeder en zuster helpen? Meedenk. Wacht niet tot ze jou vraag. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah." Hij die een weg volgt om al dus kennis te vergaren, voor hem zal Allah de weg naar het paradijs gemakkelijk maken. In deze deel van de overlevering word je dus aangespoord om met pad te bewandelen, om kennis op te doen, om islamitische kennis op te doen. En er is overgeleverd dat Allah subhanahu wa ta'ala aan de profeet Dawood alayhi salam is geopenbaard van: blijf trek schoenen aan van ijzer en neem een stok van ijzer en blijf het pad bewandelen van kennis totdat ze kapot gaan. Totdat de schoenen kapot gaan en totdat de stok breekt. Oftewel, die breken niet. Die gaan niet kapot. Dus blijven kennis op te doen. En zoals zo'n bekende uitspraker is, dat er wordt gezegd, talabu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd. Letterlijk vertaald, die kennis opgedaan worden, te worden vanaf wieg, tot graf, van wieg tot graf. Oftewel, altijd kennis blijven vergaren. En Allah subhanahu wa ta'ala zal de weg naar het paradijs vergemakkelijken. Ook geeft de overlevering een aanwijzing in het bedienen van geleerden en het vergezellen en hen met hen te reizen en van hen kennis op te doen. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt over Mozes, over Musa alayhi salam. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rujda. Yani Musa, Mozes, zei tegen de geleerde man al-Ghadir: mag ik jou volgen opdat jij mij onderwijst wat aan jou van de kennis geleerd is? Dus wanneer een persoon de wetgeving van Allah kent, dan is het ook voor deze persoon makkelijk of makkelijker om deze weg in te slaan. En de weg dat naar Allah subhanahu wa ta'ala leidt, is door middel zijn wetgeving. En door middel daarvan zal Allah subhanahu wa ta'ala het pad vergemakkelijken naar het paradijs. En ook dient de persoon die kennis opdoen om deze te verspreiden. Ook is het niet toegestaan om de kennis die hij vergaart om daarmee op te scheppen. En ook is het aangeraden of wordt men aangespoord om geduld te hebben wanneer men kennis opdoet en het verspreidt onder de mensen, en om veel geduld te hebben. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wa'amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wastabir 'ala ma asabak. Beveel het goede en verbied het slechte en wees geduldig met wat jou overkomt. Vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: wa mashtama'a qawmun fi baytin min buyuti Allah ta'ala yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Steeds wanneer de mensen in een van de huizen van Allah tezamenkomen en het boek van Allah reciteren, het gezamenlijk bestuderen, zal er innerlijke vrede op hen neerdalen. Zal er genade op hen uitgestort worden. Zullen de engelen hen omringen. Dan zal Allah over hen spreken met diegenen die bij hem zijn. En dit is een grote gunst wanneer broeders, zusters en die bijeenkomen
een van de moskeeën van Allah subhanahu wa ta'ala, in een moskee, de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala, en zijn daar kennis op. Er wordt Koran gereciteerd, de vers van Koran gereciteerd, het wordt bestudeerd, uitgelegd, en zo. Wat daar ook onder valt, zijn natuurlijk de verzen, zijn natuurlijk de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yani wanneer dit wordt bestudeerd, yani wordt men begunstigd, wordt deze persoon begunstigd met grote zaken, waaronder dat je rust zal ondervinden. En dat is belangrijk, en zeer zeker in deze tijd dat alles snel moet gebeuren. Mensen hebben stress, mensen zijn depressief, mensen, het is maar dat ze niet alles op de media laten zien hoeveel zelfmoorden er zijn, maar dat komt allemaal omdat ze depressief zijn. Niet weten wat ze moeten doen, waar ze heen moeten. Ze voelen nooit rust. Het is een grote rust, een grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala naar de personen die kennis opdoen. En nog een gunst dat Allah subhanahu wa ta'ala dat deze personen omhuld zullen zijn met barmhartigheid. Dat is een grote gunst. Maar het tegenovergestelde van barmhartigheid is vervloeking. En als je vervloekt bent, dan zal je nooit het licht zien. Zal niet geleid worden. En je ziet werkelijk zwart voor je oog. Het is een ramp voor deze persoon. En niemand kan hem leiden, helpen, steunen. Hij is altijd in slechtheid verkeren. Van het hart zal nooit rust vinden. Hij zal nooit makkelijk hebben. En waar de broeders en zusters ook mee begunstigd zullen worden, is dat ze omringd zullen worden door de engelen. Wat ook zorgt voor kalmte. De duivels, hebben dan afstand of kunnen niet aanwezig zijn. Het zijn slechts de engelen. Want ze zijn omringd door de engelen. De studenten zijn omringd door de engelen. De influisteringen zijn er niet of zijn er haast niet. En dat is natuurlijk een grote gunst. Allah subhanahu wa ta'ala stuurt de beste schepsels naar een van zijn beste dienaren. En dat is een grote gunst. Wat ook een gunst is, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou noemt in het bijzijn van zijn engelen. Dat is ook een grote gunst. Vervolgens sluit de profeet sallallahu alayhi wa sallam de overlevering met وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Wie tegen wordt gehouden in het verrichten van goede daden. En dit is een advies of een waarschuwing. Om wel de kennis die vergaard wordt, om in praktijk te brengen, toe te passen in de praktijk. En daar gaat het uiteindelijk om. De kennis is voor jou of tegen jou. Zal tegen je getuigen of juist voor jou getuigen. Dus het is ook belangrijk dat wij dus kennis opdoen en het ook, daar naar handelen. En dat daar ook elkaar in steunen. Als je broeder het vergeet of een fout begaat. En de fout zal je ongetwijfeld begaan. Steun elkaar in het goede. Neem bij zijn hand. Adviseren. وَمَنْ بَطَّأَ بِيَعْمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Dus wie tegen wordt gehouden in het verrichten van goede daden. Dient niet
of zijn nobele of goede afkomst, ja, die zal hem niet baten, zal hem niet kunnen steunen, of daarop leunen heeft geen zin. Ja, niet, je hebt er daar geen baat bij. Wie je ook bent, wat voor statie je ook hebt, wat voor uit welke familielijn je ook komt, dat allemaal zal jou niet baten. Dus vrees Allah, praktiseer de kennis en je zult gezegend worden met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Gewoon, dit is een korte toelichting voor deze overlevering.